De rekenkamer moet midden in de samenleving staan en een baken van vertrouwen zijn dat er deugdelijk toezicht is op het geld van de samenleving. Zo sprak president Chandrika Prasad Santokhi gisteren bij de beëdiging van de voorzitter, ondervoorzitter en een plaatsvervangend lid van de rekenkamer van Suriname. De nieuwe voorzitter is Sean Romano Bundi, de ondervoorzitter Siska Bonjasky en Varun Yogesh Ramdin is plaatsvervangend lid. Volgens het staatshoofd draagt de voordracht van het drietal de goedkeuring van zowel de Nationale Assemblée, de regering, de wetgevende en de uitvoerende macht. Dat betekent dat u een breed vertrouwen geniet om uw functie, het bewaken van de gelden van de samenleving, naar behoren uit te oefenen. De president legde voornamelijk de nadruk op het vertrouwen naar de samenleving toe. De rekenkamer vervult een belangrijke rol in een democratische rechtsstaat. Het gaat immers om controle op bestedingen van geld van de samenleving en geld van de bevolking. En dat dient zeer zorgvuldig te geschieden.